Hallo iedereen! Hallo! Welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. 1, 2, 3, fuck it! My darling, I love you, 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 I love you. Vandaag ben ik hier met mijn best friend Celine en mijn knuffel. Partner, knuffel, contact. Daar is het. Ja. En vandaag gaan we de brieven openen. Mm-hmm. Ik ga een deel brieven hier op mijn kanaal openen. En de andere brieven gaan we op Nice Family openen. Mm-hmm. Ik zal hieronder ook een linkje in de beschrijving zetten. Ja, ik ben benieuwd. Ja, we schrijven echt heel veel brieven naar elkaar vroeger. Ik heb heel mijn doos nog. Ik ken niet. Dus zoals je kunt zien, there is a lot. Ja, en ik heb er gewoon een... handje uitgenomen en we gaan gewoon lezen. Spannend! Ik ben heel benieuwd. Even melden dat we ook heel rare kinderen waren. Ja, één ding is, we waren raar. Ja, we waren echt raar. Dus, wacht, ik weet niet met wat ik wil beginnen. Oké, ik ga met deze beginnen. Okay. Als eerste een mooie tekening. Dan staat er HVU. En dan die hartjes altijd. Ja, zo en dan drieke. En dan drie, ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Hey, Tize Wies. Tize Wies. Alles goed daar zo? Ik heb gehoord van Glenda dat je wat ziekjes was. Sorry? Nog altijd ziek, kind. Ons kinneke toch. Oké. Okay. Word snel beter, hè. Met mij gaat alles wel oké, denk ik. Maar liefde, dat is toch iets raars al, hè. Ik denk dat ik niet meer echt verliefd ben op Nick. Oei. Ah ja, Troubles in Paradise. Moet wel denken, bij deze brief waren we misschien 13 of 14? 15. Ja. Ah. Toen zat ik al bij Glenda. Ah ja, toen was oké. 15 dus, hè. Ja, ze was dus niet meer verliefd op Nick. Hè. Maar moest het nu zijn dat hij mij... zou aanvragen, zou ik toch nog ja zeggen. Ja, duidelijk dus wel. Mag ik jullie? En dat ook zo aanvragen. Ja, als die mij aanvraagt. Aanvroeg. Oké. Ik kan er niet aan uit. En dan Dries nog. Pft. Boys trouble, duidelijk. Dries, is dat de Dries die ik denk? Ja, Je weet wel. Ja, oké. Okay. Ik ben daar echt niet verliefd op, hè. En die blijft mij maar sturen, hè. De hele tijd gewoon. En dat is stoem. Dat was wel mijn beste vriend eigenlijk daarna. Ah ja, oké. Okay. Ja. Toen, hè. Maar dus toen vond ze het niet leuk, hè, Dries. Mocht je nu kijken? Nee, ze vond het niet leuk dat je stuurde. Maar ja, inderdaad, daarna was dat wel de beste vriend, hè. Dat is wel erg voor die, maar ja, kan er ook niks aan doen, hè. Och ja, dat zal wel overgaan zeker. En hoe gaat het bij u, bij Stefan of die andere of zoiets? Wie is daar Stefan? Je had er duidelijk ook een paar, als ik het niet wist. Vroeger Stefan. Zeker, denk ik. Wie is daar Stefan? Daar herinner ik me ook wel echt niet. Ik ook niet. Dus ja, dat was een periode van rond een diest of ja, dan zat ik in diest. Ik weet wel dat ik door een Steven en Stefan gepest werd. Ah. Voor mijn snor. Dat een snor toen deed ik nog niet af. Dus zou wel dan die zijn, want ik daar dan verliefd op. Misschien. Ik had er mij nu zo totaal... Op bully. Ja. Allee, gepest. Ja, die lachte mij altijd uit. Maar misschien was het een beetje plaag. Plaag om liefde te vragen. Ja, dat weet ik toch niet. Hoor. Ik kwam er niet over, hè. Maar ja, oké, Stefan dus, hè. Ah, ja. En, nu heb ik dus eindelijk mijn regels. We hebben onze regels pas op 15 gekregen of zo, hè. Echt heel laat. Ja, of was ik zelfs al 16. Ja, jij was nog later dan mij. Ja, ik was denk ik net 16 of zo. Echt laat, ja. Ja, dat is zo raar, hè. Daar is niet zoveel lol aan eigenlijk, zo. Maar toch ben ik wel een beetje blij. Dat is zo van, jee, ik kan kindjes krijgen. Allee, ja. Ha, ha, ha. Hoe lollig. Lollig? Dat is zo'n woord dat ik ja, nooit gebruik. Ja, en lol. Maar, allee, ik ben eens door, hè, kind. Kind, zeg je precies. Dat zeiden wij toen veel, ja. En dan, hou van u, mijn schat. Never wanna lose you. Kus, C.
zien. En de brief is ook echt zo aangekleed met een, ik weet niet als je dat ziet, een hart en groene bolletjes en het groen geschreven. Ah ja, wow. Mooi. Heel mooi. Heel mooi. Ja. Prachtig. Ja. Oké, next. Hier zie ik ook al veel tekeningen. Kersjes, en dan staat er DPP. NV, DBVVUS. De beste vriend voor uw duiven. Hoe warm is dat? De beste vriend voor uw S. Duiven, dacht ik. Ja, dat dacht ik ook. Right. Janina Louisa Forever. Oh ja. Wat staat er? Oh ja. Er zijn alweer 8 mini-slakjes. Ah, ja, ik hoop dat ze blijven leven. Had je slakken? Ja, ik had toch 2 slakken? Ah, misschien is dat de beste vriend voor uw slak. Ah, dat kan wel. De slakken. Oh, ik wist wel niet dat die baby's hadden. Raar. Oké, okay, oh, deze is een lange. Ook mooi, dat is super. Ja. Ja, echt waar. Heel mooi, zelfs met haartjes. En bolletjes wat ook aan mijn ding. You did your best, that girl. Precies. Hoi, Tizewies. Ik zit nu in Nederlands lokaal. Pft, stoem. Stoem, dat zouden wij ook zo niet meer zeggen nu. Stoem, echt. Ja, Oostende was zo fijn. Hihi. Ik ben nogal benieuwd naar de foto's. Oostende? En die filmpjes wil ik ook wel zien. Hihi. Onze pornofilmpjes, ja. Wat? Onze porno. Dat staat er toch, hè? Pornofilmpjes. Wat zelfs? En waar is Oostende? Zijn we ooit naar Oostende geweest? Naar Knokke, maar weet ik ook wel echt niet. Pornofilmpjes? Ja, duidelijk. Wij maakten dus porno, blijkbaar. Mm. Zo waren we, toen we 15 waren. Echt porno queens. Hoe vettiger, hoe prettiger. Wat een los. The place to be. Neuje. Dat zal niet gaan, want Nick is altijd met de auto. Wat? Was in de fietsen los. Nee, dat was wel op de school. Maar Nick was altijd met de auto. Ja. We doen het gewoon op de speelplaats, joh. Hahaha. Was iets wel bij. Het is schattig, mooi en zo lief. Ik hou van hem. Toen was precies wel een boeken, hè. Ja, ik voel het. Jij krijgt toch ook nog een lief, mijn schatteke. Ik hou alleszins al van u. Dus ik had eerst jij had Nick. Met Nick, ja, en ik had geen lief toen. Ik dacht dat jij eerst met Sam was. Nee, aan en af was jij toch al echt wel. Ja? Ik denk toch al zeker een jaar ervoor met Nick. Ja, dat wist ik echt wel. Dat denk ik wel, hoor. Op het moment schelden ze de leraar uit in mijn klas. Hahaha. Ha, ha. Glenda zegt, je bent kind, meneer. Hihi, grappig. Wat? Straks is het al ballet, zeker, hè? Dan krijg je mijn brief al. Ah ja, ja, want ik deed ballet met Glenda, die bij Celine in de klas zat. En Glenda gaf dat. En Katalien ook soms, die zat bij jou op school. Ja, maar die zat niet meer bij in de klas, dus meestal gaf ik dat Glenda. En dan deed 3 of 4 keer in de week ballet. En dan gaf ik mijn brieven ook aan Glenda voor u. Oh god. Ik heb straks ook dansles. Jee, ik verheug me al. Man, ik heb lelijk geschreven. Haha, sorry daarvoor. Ik zal proberen wat mooier te schrijven. Oh man, saai is het hier. La 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 la. Verveling alom. Zelfs speeltijd. Naar Nick. Dan een smiletje. Straks hebben we de hele tijd gepraat over liefde. Tof was dat. Wat? Het is zo lief. Grappig. Allee, en dan zo'n verlegen manneke. Ik snap niet dat hij van Nederlands niet door heeft, hè. Ik ben de hele tijd al aan het schrijven. Ik zal maar eens opletten, zeker. Allee, doei, mijn schatteken. Love you, hou zo van u. Kussen van uw vriendje, Sien. Oké, dat deed ik dus tijdens het laatste brieven. Dus Nick, ze was helemaal smitten van in deze brief. In deze brief. En de andere was niet meer verliefd, zo gezegd. Allee, ja. Hier. HVU, aan mijn schat Ties. Ja, tot woensdag, kind. Hou van u. Maar dit is geen brief. Nee, we maken een envelopje. Envelopjes en dan staken we dat erin. Dat is wel chique. Maar er zit wel... Ja, we waren wel creatief. Ja, dat is waar.
Hier zit wel een brief in. Ik zie jou weer, Nick, hè? Ja. Zijn naam. Obsessed. Mooitjes. Met mij is alles oké, okay, ja. En met u, mijn schat. Schat, dat weet ik. Ah ja, jij bent ook al zo hopeloos verliefd, ja. Maar het verschil is bij u en bij mij is dat het bij u wederzijds is en bij mij niet. Oh nee! Oei. Toen was het er gedaan, hè. Ja. Ach ja, Nick was op of zoiets. En die heeft dat... afgezegd. Of zoiets. Die heeft dat tegen die gezegd, huh? Maar is zo'n... mag ik dat zeggen? Ja. Hakkenwijf, hè? Niemand voor Nick dus. Ah, dat zeiden wij. Mensen die zo hakkenschoenen droegen, noemen wij altijd hakkenwijven. Nee, ja, want wij waren zo niet. Wij droegen sneakers en ballerina's. Maar valt toch niet op zo'n skaters, zoals Nick en zo. Dus die is daar niet op. Hahaha. Allee, ja. Sorry, maar ik had er echt zoveel plezier in toen ik dat hoorde. Allee, ja. Ik ben dus denk ik nog altijd verliefd. Maar ik weet het allemaal niet meer zo goed, ze. Maar ik zie wel wat er gebeurt. Ha, Rutger heeft mijn donkergroene stift gepikt. Godverdoeme toch. En deze schrijft zo goed. Indeed, ja. Wat is dat met die pennen? Hè? Dat weet ik nog niet, zat in mijn klas. Rutger. Weet ik niet wie dat is, denk ik, hè? Nee. Ik zal even met dit verder schrijven. En jij met uw Stefan. Wie is Stefan? Dat is het stijl Stefan, hè? In twee brieven. En de ene brief was jij samen met Nick en deze brief niet. Duidelijk niet. En ik ben hier met Stefan dan of wat? Nee, hoor. Zo noemt hij toch, hè? Zegt jij. Het zal wel mijn lieve zijn, zeker. Maar roker. Ja. Oei. Dat is wel stom, vind ik. Negatief punt. Toen al, hè? Jee, ik heb mijn stift terug. Wie? Dus ik ga verder. Ja, dat is wel stom, vind ik. Die zegt dat die daarmee stopt. Ah, dus zeg dat die daarmee stopt. Anders zal het nooit iets worden, zegt. Moehahaha. Hey, toen al plicht bewust. Ja. Zo moet je het spelletje spelen, kind. Zo moet dat. Ze wist het allemaal, hè? Oh, ik wil terug en lief. Ik wil Nick terug, liever gezegd. Maar kan ik maar toveren? En dan toveren met allemaal sterretjes er rond. Hoe schattig en zielig. Kan ik het maar? Ja. Wow. Kijk, okay, dat is me, echt heel. Het is me toch gelukt, hè? Ja. Het toveren. Het is dat, ondertussen zoveel jaar getrouwd, een kindje samen. Dat ziet het, hè? Waar je bent. Oh, cool. Binnenkort examens. Pff, veel succes, hè, kind. Ik denk aan jou. Maar de les is voorbij. Ik moet ermee stoppen dus. Allee, doei kind, heb je lief. Sien, en Sien houdt ook van jou. Heb je lief, hou van jou. Never, NV forever, never wanna lose you. Hey yo, pikker, love you. Die vlindertjes tekenen jij ook altijd. Ah ja. Oké, next. Hoi, mijn super lollipop meid. Okay. Die zijn nog van iets jonger, denk ik, niet? Ja, denk het. Hoe gaat het? Met mij? Ja. U mag één keertje raden, natuurlijk. Supergoed met mij. Ja, vanavond bij u. Hihi, gelukkig. Dan is Sien niet alleen. Zou maar sip zijn, maar het is niet. Ik denk dat we inderdaad jonger waren. Ja. Wat zal het fijn worden deze avond? Ja, nadenken over wat we zullen aandoen als prinses. U moet zich niet meer verkleden. U bent zoals mijn prinses. Oh, cute. Allee, ja. Spijtig. Ook als prinses. Nee, ze is geen prinses. Ik kom nooit naar de scout. Spijtig dat Lot het al gezegd heeft. Dat we als prinses moeten gaan. Snake, niet vriendelijk, hè? We waren ook soms trutten, denk ik. Yeah. Wij gaan veel mooier zijn. Haha, hihi. Wij roze lollipoppers. Niemand krijgt ons uiteen. Wat bent u toch alles? Mijn lieverd van een tiezewiet. Kers. Ik wist ook niet dat ik tiezewiet zei. Ik ook niet, hoe raar. Brief enkel voor die van roze lollipops houdt. En waar Sien van houdt. Ja, dat is duidelijk, ik hè. Roze lollipops. Kijk, ik zal de
laatste doen. Oeh. Ah ja, dit is weer de verpakking. Weer een mooie kers getekend op de verpakking. En allemaal sterkes rondom. Wauw. Oh, en een rode ster. Hey, ik weet niet of je dat goed ziet, maar ik heb zo'n tattoo. Hè. Ah ja. Eigenlijk daarop gebaseerd. Meant to be. Ja. Hoi Ties. Ja, ik heb uw brief gehad en schrijf er eentje terug. Alles goed? Ja, met mij wel hoor. Ja, weekend was fijn hè. Mis het wel ja. Behalve de laatste avond was niet zo super fijn, vond ik een beetje. Slaapplaats gingen kiezen en ik lag daar tussen Britten en Jasmin. Dat vond ik wel niet fijn hoor. Dat was zo van, ja, laat mij maar stikken ja. Oei. Daarom was ik lastig die avond. Waarschijnlijk sliep ik dan naast Gwendolyn of zo. Ja, of Katalina. Ja. Daarom was ik lastig die avond. En ik had ook geen zin om te praten. Daarom zei ik dus niet veel. Ja, ik vond het gewoon echt niet fijn. Oh, gaar. Maar ja, voor de rest vond ik het wel super in Tongeren rondlopen en zo. Bekende acteurs en zo tegen het lijf lopen en al. Ja, ja. Ah, hadden jullie toneel gehad? Wij hebben morgen ook toneel. Fijn, geen les in de namiddag. Nee. Ja, nog altijd verliefd op Jerome, ja? Wat? Wie in godsnaam is zelf Jerome? Jerome, laat lezen. Ah nee, Joram. Dan weet ik wel wie dat is. Yeah. Met zo'n krullen, die zat ook in diest. Nee, ik was denk ik in diest om de week verliefd op iemand anders. Dan denk ik de hele tijd op dezelfde. Ja, ah hier, wacht, kant. Allee, succes ermee dan. Ik op Nick? Pff, nee, ik ben er zo min of meer over. Niet meer verliefd dus. Maar ik zou het wel terug kunnen worden. Want ja, die blijft mooi hè. En ik heb nog met die gepraat. Allee hè. Dat is ook zo om de week. Ja, echt waar. Maar gewoon. Moest iets vragen van een taak. En hij ging het later, als hij het had gedaan, wel geven. Dus ja, dat is toch weer even gepraat hè. Oh, en je moogt niet naar de scouts, of wel? Och, garme. Wat kunnen ouders ja, toch stoer zijn? Ah, stoem zijn, hè? Ik ben nu wel goed bezig voor school. Behalve zo'n toets van informatica. Ik heb 0 op 20, hè? Oei. 0 op 20? Ja, dat is toch, hè? 0 op 20. Omdat je moest zo oefening voor toets maken op de pc en die daarna opslagen op een disket zodat de meester dat kon controleren, verbeteren. Amai, toen waren er nog diskettes. Ja, oh. En dat heb ik blijkbaar ergens anders opgeslagen dan op een disket. Oei, nu geeft hij mij een 0 op 20. Dat durf ik wel niet te zeggen tegen mijn mama en papa. Dan mag ik misschien niet gaan dansen of zo. En dat wil ik wel niet, hè. Dus, ah. Nu zeggen we altijd, ii. En toen zeggen we, ah. Oh my god, shit man. Papa kwam net binnen en ik ben aan het leren, hè. Maar ik ben dus een brief aan het schrijven. En ik was net te laat met mijn brief wegsteken. En papa zo, wat heb je daar? Ik zo, niks. Die zo, laat eens zien. Ik zo, dat is gewoon een brief voor Thalisa, papa. En ik liet zien, hoi Ties. En die zo, je bent dan goed aan het leren precies, hè. Oh, ik had het wel gezien, hè. En toen ging die weer weg. Ik zo, fiu. Oh, stel je voor als hij dat gelezen had. Ah ja, want je schrijft net 0 op 20. Als hij dat gelezen had, dan zag die mijn punten. Want ik zat net aan die regel te schrijven. Nu, ik even bang hoor. Amai, gelukkig maar. Ja, ik ga zo nu mijn boekentas maken voor morgen. Nog wat muziek luisteren, tv kijken. En dan mijn haren wassen. En dan nog even op en staan. Tot 7 dus. En, oh, dringend pipi doen. Allee, dag. DTP's. Oh my god. MSN. Dat was ik nog in de week met Niels aan het zeggen. Weet je nog, als je op MSN zo
online kwam. En dan zag je zo bijvoorbeeld dat je crush, hè, niks duidelijk in uw geval, online was. Maar die stuurde dan niks. Ja. En dan kwam ik al zo de hele tijd online, offline. Zodat hij dat zou zien. Ja. Dat deed ik toch ook. Echt grappig, hè? Dat deed ik vroeger ook. Echt raar. En dan ook zo in hun naam zo een songtekst of zo zetten. En dan als je een liefje had, zo Nick, hartje. Ja, en als je daar dan zo zielige emo-tekst. Inderdaad. Als zo je vriendinnen ook. Zo super tease, super scene, forever. Zo. Oh. En dan was je zo boos als je daar niet bij stond, zo bij de vrienden. Oh. Ja. Ja, als sommigen vroegen dan, oh, mag ik ook in uw MSN-naam? En dan moest je dat zo aanpassen. Oh, oh my god. Dat was echt. En uw eigen naam zette je dan eerst zo tussen twee emojis vaak en dan zo al de rest. Oh, dus zoals jullie kunnen zien, we waren best vreemd, hè? Ja. Ja, waar. En Celine was toen al helemaal smitten met Nick. Ja. Duidelijk. Ik was blijkbaar heel hard to get toen. Ja, blijkbaar. Heel tijd uit aan. Ja. En ik. Duidelijk all over the place, Stefan, Joram. Hoewel, zoveel toch ook niet. Was er maar iemand? Iemand waarvan we de naam niet wisten. Dat is echt al genoeg. Maar ik heb nooit met die Stefan, als dat die is, gekust of zo. En met die Joram ook niet. Ik weet dat ik die gewoon knap vond. En dan zou ik daar waarschijnlijk alweer direct verliefd op geweest zijn. En toen in de tijd was ik echt heel snel verliefd altijd. Nu heb ik dat echt totaal niet meer. Ja, gelukkig. Ja, maar. Goed. Ja, gelukkig. Stel inderdaad. Ah. Oh. Oké, ik ga hier deze video afsluiten. Dus als jullie deel 2 willen zien, ga naar Nice Family. Ik zal, zoals ik zei, de link in de beschrijving zetten. Dan kunnen jullie de brieven die ik heb gestuurd naar Celine en die Celine nog heeft, kunnen jullie die zien. En hopelijk vond jullie het leuk, hè? Dus zeker thumbs up. Ga dus zeker ook die andere video checken. Mm-hmm. En dan zien we jullie in de volgende video. Doei!